De derde keer is het al van... Ik wil nu in positie komen. En je wordt... Die emotie gaat meespelen. En die moet je uitschakelen tot zover dat kan. Ja, dat gaat, en dat is heel moeilijk. Dat is onmogelijk. Dat bijna is bijna onmogelijk. Ja. Maar wat je dan wel kan doen is... Oké. Okay. Hey, welkom bij de Upcash. Ik ben Chris. Ik ben Barry. En in deze video gaan we het met jullie hebben over een stukje risicomanagement. Want hoe ga je daar nou mee om? Hoe zorg je nou dat je dat risico ook voor jezelf beperkt houdt? Dan denk ik, stop los. Tuurlijk, dat is het eerste waar mensen aan denken. Risicomanagement is ook een sleutelfactor in het hele risicomanagement. Maar niet alles draait om de stop los. Ja, dat van de week in de livestream had jij het over 3 strikes out. Ja. Daarmee bedoelde jij gewoon... Stel, ik word 3 keer uitgestopt, ja, dan is het momentum gewoon even weg. Dan moet ik gewoon even afkoelen, de koers even laten gaan, opnieuw analyseren, opnieuw beginnen en gewoon weer verder kijken. Even de druk van de ketel. Ja, maar gewoon even resetten. Weet je wat het is? Kijk, niet iedereen is anders. Ik zeg niet dat 3 strike out voor iedereen werkt. Dat werkt voor mij. Ja. Ik weet van mezelf, als ik te vaak trades ga proberen op te pakken, als het bijvoorbeeld... alleen maar blijft stijgen en ik probeer een short op te nemen of alleen maar daalt en ik probeer alleen maar long te nemen. Ik denk ook dat het risicomodel voor iedereen een beetje anders is. Hetzelfde als een strategie. Iedereen doet toch zijn dingen op zijn eigen manier. Maar het gaat er hier gewoon om. Zorg als er trades achter elkaar verkeerd gaan, dat je even op adem komt. Eventjes een frisse blik op de koers. Als je heel de dag al achter die chart zit, je bent 2, 3, 4 keer uitgestopt. Geef het even de tijd. Ga even wat anders doen, even je kopje leeg en daarna weer met een frisse blik opnieuw kijken. Ja, dat is eigenlijk ook waar die 3 strike out regel voor mezelf vandaan komt. Ik heb gewoon gezegd, word ik 3 keer uitgestopt, even sloes voor die dag. Dan is het genoeg. Ga ik even een uurtje gamen of ga ik even de deur uit? Ja, wat anders dan begin ik weer rustig af aan en dan ga ik gewoon even naar mijn analyse kijken. Oké, heb ik misschien iets gemist? Had ik iets beters kunnen doen? Daarna ga ik mijn steetjes weer opnieuw inplannen. Het is ook gewoon het heetst van de strijd dan, zeg maar. Ja. Je wil... Tuurlijk, iedereen wil een positie. Je weet dat je niet naar de koers toe moet lopen. Je zit achter je computer, uitgestopt. Ah, shit. Oké, mijn volgende entry ligt hier. Oké, dan stel ik daar een order in. Oké. Ping, nou, wordt hij misschien al stiekem wat groter? Ja. Wordt hij misschien stiekem wat groter? Alertje. Pling, plong, kijken. God, weer uitgestopt. Dan word je toch al... Je gaat niet koken, maar je wordt toch al... Ah, shit. Ja, je denkt, wat gebeurt er nou? De derde keer. En dan nogmaals, het is niet dat het 3 keer moet zijn voor jou, hoor. Maar ja, dat past Chris dan vaak toe. Ik trade sowieso veel meer swings, wat langere tijd... is gewoon op een andere manier treden. Maar de derde keer is het al van... Ik wil nu in positie komen. En je wordt... Die emotie gaat meespelen. En die moet je uitschakelen tot zover dat kan. Ja, dat is heel moeilijk. Dat is onmogelijk. Dat bijna is bijna onmogelijk. Ja. Maar wat je dan wel kan doen is... Oké, weet je wat? Ik zet die computer nu even uit. Ik ga even een frisse neus halen. Ik ga even met de hond lopen. Ik ga even gamen. Ik ga even wat anders doen. Gewoon even weg bij die chart. En als je dan weer terugkomt... Zit je met een heel ander gevoel achter die chart weer. Als dat je... opgefokt was omdat je al 3 keer uitgestopt bent eigenlijk. Ja, en het grappige is dan meestal, juist als je dat hebt gedaan, heel vaak heb je met dat systeem, heb je echt eerst, daarvoor voel je je echt wel een beetje, dan voel je gewoon niet lekker. Kom je terug, heb een frisse blik, kijk je, denk je, ik zie in 1 keer de setup. Ja. Zie je hem in 1 keer. Ja, maar... Nou, dan speel je, maar dan kan die alsnog een keer uitgestopt worden, dat kan. Maar ook het analyseren van wat je zelf gedaan hebt. Je zet in je orderdagboek je ordertjes en dan kom je terug en denk je... waarom heb ik in vergetensnaam die laatste entry daar gezet? Ja. Ja. En dan dat heeft kan. Dat of te maken met revenge trading... Ja. Of te maken met de emotie die je op dat moment meespeelt. En dat geeft je gewoon... Kijk, het enige wat met traden, wat bij traden belangrijk is... is je trading account laten groeien. Hoe je het doet, wat voor toeters en bellen je gebruikt, hebben we ook al heel vaak gezegd. Heb je een andere manier, maakt niet uit. Maak jij winst. Ja. Maak jij winst, top. Doorgaan daarmee, weet je? Ik weet niet of we op het moment van plaatsen van deze video alweer de Zero to Hero mee hebben genomen. Maar je bent 3 keer uitgestopt. Je zegt, het gaat om het laten groeien van je account. Ja. Nou, daarna is er een trade geweest. Daar verblikken die 3 keer bij dat je bent uitgestopt. Dus dan maakt het ook niet meer uit. Als uiteindelijk je account blijft groeien, dan maken die keren dat je uitgestopt wordt, maken niet uit. Die horen erbij. Maar zorg wel dat als je dus uitgestopt wordt meerdere keren achter elkaar, dat je even op adem komt. Komen we nog bij een ander belangrijk puntje, dat vergeten ook heel veel mensen. Wat is de maximale positiegrootte die ik mag spelen? Want jij kan bijvoorbeeld wel een training account van $1,000 of $10,000 hebben. Dat maakt me voor de rest niet zo even uit. Maar dat betekent niet dat jij altijd zomaar met dat hele bedrag
kan traden. Of misschien zelfs wel met meer. Alleen dan moet je met leverage gaan traden. Maar dat moet je wel gaan bepalen. Dat moet je gaan uitrekenen. Er zijn formules voor. Daar moet je rekening mee gaan houden. Weet je waar het eigenlijk op neerkomt? Risk management, dat denken even mensen. Het is niet alleen dat stoplosje. Nee. Dat is het niet. Nee. En als jij het hebt over een positie van $10,000. Jouw account is $10,000. Dat is jouw account. En jij wil per trade maar 1% verlies maken. Dan maak jij dus €100 verlies per trade. Ja. Jij kan ervoor zorgen waar jij je stoploss ook neerzet. Stel, jij stapt hier nu in. Ja. En je zet, het maakt echt niet uit. Je stapt hierin. Market order. Doen wij nooit, maar voor het voorbeeld. Je stapt hierin. Ik wil hier mijn stoploss, hier. Het maakt niet uit. Op elke stoploss kan je exact hetzelfde verlies maken. Ja. Dat is de truc. Je kan gewoon berekenen aan de grootte van je order. Kan je gewoon berekenen. En dan maakt het niet uit waar je stoploss staat. Dat hoort ook bij risk management. En dat beseffen heel veel mensen zich niet. En jij kan met elke stoploss maar 100 verliezen. Ja, het is altijd zo'n beetje een saai, een stoffig onderwerp. Maar mensen vergeten dat jij met juist risk management uiteindelijk geld kan verdienen. Ja, en heb jij dan een account? Ja, maar ik heb geen 10.000. Maakt niet uit. Stel, je hebt een account van 500. En je wil altijd maar een tientje verliezen per trade. Dan kan je dat gewoon berekenen. Dat kan je helemaal berekenen. Dus zorg dat je de juiste positiegrootte hebt. En zorg dat je na een hoop keer uitstoppen even op adem komt. Dan hebben we nog een puntje wat heel veel mensen doen. En als je die stop dan hebt gezet, laat hem staan. Blijf er dan met je poot vanaf. Laat hem staan. Als jij een stoploss plaatst en je denkt, oh shit, daar komt hier die koers. Ja. Oh, daar komt die koers. Ik ga hem verplaatsen. Schuiven. Ja, en uiteindelijk schuiven ze hem en worden ze alsnog uitgestopt. Dus hebben ze nog meer verlies. Ja, stoploss lekker laat staan. Want wat is je stoploss? Die zorgt ervoor dat als jouw plan niet werkt, als jouw plan wat jij voor ogen had niet uitpakt, word je uitgestopt. Want dan wil jij uit die positie zijn. Waarom zou je dan die positie langer leven in gaan blazen, waardoor je uiteindelijk, als het dan toch fout gaat, want het gaat fout, jouw plan gaat fout, nog meer verlies hebt. Dat wil je niet. Nee, maar dan heb je zelfs, die hebben we er denk ik voor het lijstje, op het lijstje staat er nog ineens bij. Dan heb je ook bijvoorbeeld het adden. Ja. Dat bevelen we überhaupt dan niet aan. Oké, wij hebben het ook wel eens over adden, maar dat is heel anders dan dit. Dat is levensgevaarlijk. Ja, maar als een positie onder water staat, wat gaan mensen doen? Ja, alsjeblieft niet mensen. Doe dat nou nooit. De eerste initiële order was €100. Ja. Gaat fout. Wat gaan ze doen? Ze gaan eraan toevoegen. Ze gaan eraan toevoegen. En dat is niet de juiste manier van adden of ladderen. Wij hebben het ook vaak over ladderen. Maar dan blijft de initiële order €100. Ja. Alleen gaan we die €100 opladderen. Ja. We gaan niet meer daaraan toevoegen om de entry maar omlaag te krijgen of zo, omdat het fout gaat. Om de positie nog maar te redden. Nee, als je laddert, dan ladder je met je hele positie. En die positie ga je inladderen. Je gaat niet meer toevoegen aan die positie. Dat zijn uiteindelijk ook de mensen die bij ons terechtkomen. Die zeggen gewoon, ik ben mijn hele account kwijtgeraakt aan één trade. Dan zeg ik, hoe kan dat dan? Dan ben je eigenlijk gewoon een soort van cross-leverage aan het ladderen. All in, boom. En we zien wel waar het... Want hij gaat wel weer een keer mijn kant op. Maar als dat niet gebeurt, ja, dat is gewoon een te groot risico. En dat moet je absoluut niet doen. Daarom is waarom risk management zo belangrijk is. Nogmaals, ja, we zullen die punten al meerdere malen herhaald hebben. Dat blijven we ook gewoon doen. Totdat de fout steeds minder gemaakt wordt. En die fout wordt steeds minder gemaakt. Want we zien inmiddels al wel dat de mensen, vooral de Discord, netjes tegenwoordig wel hun stoplossjes gebruiken. Kunnen nog wel getweakt worden, maar ze zijn aanwezig. Als beginnende trader. Je begint net met traden. Ja. Kan je dan traden? Als het goed is niet. Maar wat kan jij wel? Je risico bepalen. Dat heb jij in de hand. Ja. Of je nou kan traden of niet, als je ervaring op gaat doen met het leren van traden, kan jij niet meteen traden. Dat kost heel veel tijd. Maar wat jij wel kan doen, is risicomanagement. Dat kan jij zelf toepassen. En dat is gewoon een hele belangrijke sleutel in het traden. Het managen van je risico. We blijven er filmpjes over maken. Dat blijven we ook doen. Met enige regelmaat. Want dat is gewoon heel erg belangrijk. Vond je dit weer een toffe video? Druk sowieso even op de duim. Dat waarderen we altijd. Abonneer op dit kanaal. En druk uiteraard op het belletje. Dan blijf je op de hoogte van de laatste filmpjes die we posten. Onderaan deze video komen uiteindelijk alle linkjes naar onze Discord. Supportlinks, dopey.nl voor merchandise, dopeycash.nl voor platinum en 1-op-1 info. Alles staat onderaan deze video. Bedankt voor het kijken en we zien jullie graag de volgende keer.
Laters. Laters.